Winkelcentrum Oosterhof wordt verbouwd en is al gedeeltelijk heropend. Omroep Dommeland Nieuwsflits. We zijn bij fase 2 aangeland, heb ik begrepen. Ja, dit is waar fase 2 is nu begonnen. Afgelopen maandag zijn ze begonnen met het slopen van de oude winkels. In fase 2 komt hier in de oude passage komt de bakker. Daarnaast komt de kapsalon en de schoenenmaker. Fase 1 is afgerond. In het eerste deel is nu de dierenwinkel is klaar. De DEA-drogisterij parfumerie is klaar en de keurslager is klaar. En wanneer is het helemaal klaar? Heel het project, het duurt nog eventjes, maar heel het project is klaar eind november. Dus hoeveel fases zijn er dan? We hebben 4 fases. Fase 1 is nu afgerond. Fase 2 gaat nu starten. Fase 2 moet ongeveer voor de vakantie klaar zijn. Dan kunnen die ondernemers hun winkels af gaan bouwen. Fase 3 is de nieuwe doorgang. Er is nu een tijdelijke doorgang gemaakt, maar er komt eigenlijk de nieuwe doorgang. Fase 4 is de verbouwing van de Jumbo. Net op de parkeerplaats zeiden al mensen, we hebben niet genoeg parkeerplaats. Kun je de mensen geruststellen? Ja, we kunnen de mensen geruststellen. Op dit moment heel erg druk, met heel veel aannemers, onderaannemers. Heel lastig, vervelend ook voor de mensen. We proberen het allemaal zo goed mogelijk te regelen. Alleen we zullen eventjes met snelle door de pijn heen moeten. Er wordt gebouwd, er wordt flink gebouwd. En wij zijn ervan overtuigd dat we eind november staat hier een fantastisch mooi winkelcentrum. Echt goed voor heel Boxtel. Trotse eigenaar, denk ik. Ja, zeker weten. Ja. 2,5 jaar geleden begonnen op Oosterhof, samen met mijn compagnon, met Ali. Aardig bedrijf overgenomen, maar ja, gedateerd, uit ons jasje gegroeid. Dus wij zijn blij dat we nu een nieuwe start hier kunnen maken in onze helemaal eigen bedachte keurslagerij aan de moderne eisen. Ja. Ja, ik wens je veel succes. Ja, oké, helemaal prima, dankjewel. Dat gaat zeker goed komen hier in Boxtel. Hoe bevalt de winkel, de nieuwe winkel? Ja, de nieuwe winkel die bevalt eigenlijk wel heel goed. Dus, wat is het verschil met de vorige? Nou, de ruimte, het is allemaal ruimtelijker opgezet. Het is de sfeer die er hangt. Ik heb geprobeerd er een andere sfeer in te krijgen. Door middel van hout en andere kleuren. En een beetje een boerderijstijlachtig. En de andere was wat sterieler. Wat zijn de reacties van de klanten? Ja, tot nu toe alleen nog maar positief. Ja, dus het is natuurlijk alle drie de nieuwe winkels zijn open nu. Maar het wordt heel enthousiast ontvangen. Ja, een beetje de sfeer die ik hoopte open te brengen, die hoor ik ook terug bij de klanten. Dus, Succes! Dankjewel. Ja. Dit is jouw winkel, jouw nieuwe winkel. Ja, dit is onze nieuwe winkel. Daar zijn we ontzettend blij mee. Alles nieuw, lekker toegankelijk, bredere paden, andere assortimenten, toegankelijker. Maar kortom, wij zijn er heel erg blij mee. Ja, aangepast aan de moderne tijd eigenlijk. Ja, dit is gewoon de nieuwste DA, drogisterij parfumerie in Nederland. Ja. Is er nog een doorgang? Want de Jumbo bijvoorbeeld is gewoon nog de oude Jumbo. Naar het nieuwe gedeelte, kan dat nog? Ja, dat kan allemaal. We hebben het zo gemaakt dat er een makkelijke doorgang is naar de nieuwe winkels. Dus de dierenwinkel, drogist en de slager. En een doorgang naar de bestaande winkels, moet ook goed bereikbaar zijn. Is geregeld, is ook allemaal veilig. Dus alle winkels zijn goed bereikbaar. Maar daar, als ik het goed begrijp, de Jumbo zo, gaat ook helemaal op de schop. Wordt ook helemaal nieuw, net als hier. Alles nieuw. Alle winkels worden helemaal nieuw. Alle winkels krijgen ook meer ruimte, meer vierkante meters. Moderne winkels, allemaal groter. Wordt helemaal top. Hoe beviel het nieuwe gedeelte? Ja, goed. Ik ben in de dierenspeciaalzaak geweest. En het ziet er mooi uit. Ja? Lekker ruim opgezet ten opzichte van hoe de eerste was. Ja. En hoe vond u het nieuwe gedeelte van Oosterhof? Prachtig. Geweldig bij DEA. Dus ja, vooral met uw wagentje. Ja, dan kan ik mooi uit de weg, hè. Ja, beter als vorige keer. Ja, dat is voor. Schoenmakerij Bas is nu nog in de oude staat, maar die wordt ook helemaal vernieuwd. Ja, dat klopt. Wij zitten in fase 2. Fase 1, wat jullie net hebben gefilmd en gedaan hebben en mensen geïnterviewd hebben. Die is eigenlijk zo goed als klaar. Natuurlijk de hal nog niet en de winkelcentrum ook nog niet, maar de winkels wel. Wij zitten in fase 2 en wij zullen eigenlijk rondom week 30, rondom de bouwvak, wij open gaan is week 36, dus de eerste week september. We proberen helemaal groen te zijn. Helemaal groen, hoe houdt dat in? Helemaal groen is dus eigenlijk dat je eigen energie opwekt. Dus dat we met zonnepanelen gaan werken, gasloos. En dat proberen we op nul, maar dat zal nooit helemaal lukken. Maar we proberen het zo goed mogelijk te doen. Mag ik iets vragen? Nou, aan wie? Aan die meneer. Aan iedereen? Die meneer mag aan iedereen? Die meneer mag hebben jullie het nieuwe gedeelte al gezien? Yep. Ja. En? Helemaal top. We hadden het er net over, ze moeten hier eigenlijk een koffiebar bij gaan maken. Kijk, een koffiebar. Nou, we dachten meer aan een bierbar, hè? Ja, een bierbar. Dat is wel mooi gestaan. Een bier... Ja, dat lijkt me wel wat. Een bierbar en een koffiebar. Yep.